Hey, heb ik even een briljant idee? Oh. Oh, ready. Oh! Waar kom jij nou weer vandaan? Wat? Excuseer mij, een Infinity Blade in Fortnite. Mythisch melee wapen dat grote damage doet en structures kapot maakt. Alleen te vinden in Polar Peak. Nou, ik kan jullie alvast vertellen dat dit waarschijnlijk de meest frustrerende opname ooit wordt. Want ik moet nu naar Polar Peak, waar één wapen ligt, wat iedereen wil hebben. Oké, dat betekent maar één ding. Dit gaat echt lang duren. Maar joh, dus welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Rudy. En vandaag gaan we dus even lekker de nieuwe premiere checken. Yes. Vergeet trouwens ook even niet om mijn supporter creator Rudy in te voeren. Zou ik erg waarderen. Bedankt Marcus. En natuurlijk om een video een duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. Oké, laten we gaan naar Polar Peak. Oh nee, dit wordt echt verschrikkelijk. Maar joh, ze hebben dan wel een klein beetje de kappen gesmolten, zie je dat? Het Polar Peak hier is wel weer wat gekrompen. Dat kan ik wel waarderen. Er zit nu een hele stad onder. Oh nee. Nou, daar hebben we het al, daar hebben we het al. Is er geen andere tactic? Ja, gaat hij op mij? Ik zit hier met mijn pimpa. Met angst voor eigen leven. Ik doe dit met een pistool. Jongens, kap nou even. Oh, in mijn rug, in mijn rug. Nee! Iedereen zit hier te campen, man. Oh ja, ik heb geen bal met. Tuurlijk, ja. Laten we dat maar proberen. Ja, we moeten gewoon verschillende dingen proberen, man. Om dit überhaupt te krijgen. Je kan ook die berg pakken, de flushberg origineel, en dan de kabelbaan pakken. De flushberg? Excuseer mij. Waar staat die? Oh, die. Oh, ja, er landt al iemand. Iemand heeft dat trucje al door. Oh, very nice. Oké, ik zie een kistje. Ik ga hierheen. Okay. Oh, ik kom onder! Maar ik heb geen kogels! Oh, wat? Je ging... Oh, het zwaard! What the fuck? Fennels, doe even normaal, joh! Ik heb hem! Pak hem! Rudy, ik heb hem! Pak hem! Vliegtuig! Oh crap, oké, wacht, kan ik jou reviven, ja of nee? Ben je op de map te zien? Nee, hè? Vliegtuig komt! Dit moet je niet doen! Ik leef nog! Ik heb het zwaard! Yes! Oh my god, ik heb twee... Vliegtuig is er! Ja! Ik heb hem gekilled! Oh my god! Oh shit! Ik kom eraan! Oh boom! Oh crap! Ik heb er eentje nog! Andere is bijna! Ik kom eraan! Yes! We got him, man! Oh my god! Oh hey, hallo! Shit. Ik heb ze allebei gehit, voor 50. Yeet hem! Nee, ik ga knocked! No! Rudy! Nee! Kom maar! Hij heeft het zwaard! Hij kan het ding niet besturen. Nee. Oh, lekker Rudy! Kaboom! Oké, kom! Nee! Oké, we moeten echt van deze polypiek af, man. Hoe kom ik erboven? Ja, je moet omhoog richten en dan jumpen. Oh nee, daar komen ze, man. Er komt weer een ander team. Ja, vliegtuig. Oké. Oké, ik drop het zwaard. Ja, drop het zwaard maar. 20 AP. Komen ze? Nee! Je moet deze overleven. Nee! Duw me van de bed! What the fuck? Poging nummer weet ik veel. We gaan nu naar Frosty Flights. Zie je die mini-stack? Oh, nee. Oh, oké. Ja, hier weet niet waar vandaan dan. Is dat best? Ja, hier. Oh, nog één! Naast je. Oh my god. Wow. Je had hem echt flink naar achter geboost. Wow. Ik heb hem flink geraakt. Hij is zijn shield kwijt. Wow, 10 AP. Nice. Ik boek hem. No worries. You're good to go. Oké, ouwe, hierboven ligt de slurp. Die ga ik even pakken. Ik heb eentje echt one hit nu. Oh, dat meen je niet. Dat meen je niet! Stomme... Oh no, Rudy. Scheidberg. Oh, hell yeah. Heavy AR. Mooi. En een slurp. Ik heb alleen minis. Oké, ik probeer wat shots te maken als ik ze kan winnen. Volgens mij heeft hij daar onder mijn shotgun. Kom maar aan. Hij zit bij mij. Bij jou? Ja. Oh, ja, hij heeft een shotgun. Oh. Crap. Ik kan geen shots op hem lozen. Stop. Hou op, ik vind het niet meer leuk. Oké, eentje is dood. Oh, deze is dood. Oh, nice. Oh my god. Nice. Ik jump headshotten hem. Dat was echt satisfying. Oh nee, daar komt het vliegtuig op ons af waarschijnlijk. No. Jawel. Tuurlijk. Kun je niet mee. Oh, what the fuck? Jullie, hij zat letterlijk... Hij is in mijn garage gevallen. Oh, ik heb hem genokt. What? No way. Oh, what? What dan? Met een grijze hij vloog letterlijk mijn huis in. Are you kidding me? Get out of... Oh, sorry, iemand? Boven me, oh, ja. Ik bouw naar boven. Nee, hij zit echt op de berg, op Zuid. Berg oh nee, Zuid, okay. Je pakt hier weer een vliegtuig. Wat een stinkhond. Mensen kunnen gewoon niks anders dan dat. Ja, maar het is ook zo new proof, weet je wel. Iedereen kan het. Ja, het is gewoon Battle Royale. Of Battlefield. Het is gewoon Battle Royale.
Wacht, waar is hij dan? Het is letterlijk Battlefield nu. Van vehicles is the way. Ja, hij is dan geboekt. Laten wij maar gewoon naar zuid gaan. Of naar west gaan. West, inderdaad. Er ligt nog een kistje ook. Er ligt daar ook een kabelbaan. Heel veel bomen om te hakken. Yo, heeft deze arrestlee nog toegevoegde waarde? Oh, ik heb een kill gekregen van die ene nok. Oh, nice. Oké, beter. Tenminste iets. Weet je wat grappig is? Squats zijn luider dan een vliegtuig. Echt? Hier ligt ook één chest, man. Pak even snel. We hebben dat geluid van de vliegtuig nog wel oké gemaakt. Maar niet van de guy met het zwaard. Nee, joh, guy met het zwaard hoor je totaal niet. Ik verschrikkelijk, man. Zou de guy met het zwaard fall damage hebben, denk je? Ik zie het zwaar niet, dus ik ben er bang voor. Maar het is gewoon totaal geen logische opmerking, I know. Ja, maar het is niet dat je zeg maar van de berg af kan yeeten. Dat is maar mijn vraag. Oh ja, ja, dat vroeg ik me ook af. Want mijn originele plan is gewoon zwaard pakken en dan yeeten van de berg af. Ja. Er zijn wel mensen geweest. Ja. En er wordt nog gevochten daarboven, dus ik neem aan dat het zwaard gebouwd is. Oké, het is all or nothing. Het staat hier vooraan. Oké. Ja, oh ja, ik zie hem. Focus bij hem. Ik heb hem gehit, hij heeft geen shield meer. Oh, hij is zo. Volgende. Schiet op de guy. Yes, Yes. Mag ik hem pakken? Nou, wacht, allebei voor de thumbnail. Oké. Pak jij hem eerst? 3, 2, 1. Oké, wacht. Ik heb hem. Waarom? Oh, wacht. Oké, ik heb hem nu. Okay. Yes. Nice. Oh my god. Oeh. Oh, doet de loot hier. Oeh. Oké, ik heb hem. Wacht, kun je op het vliegtuig? Terwijl... Op het vliegtuig? Oh nee, er komt een vliegtuig aan. Oké, pakt iemand... Ik pak het zwaard wel even. Zullen we gewoon even snel weg? Gewoon heel snel weg. Op! Ja, Ik ga van de berg af. Ik ga gewoon naar zuid, oké? Oké, ik pak dit vliegtuig. Nog. Nee! Oh ja, wacht. Ga naar de cirkel met je vliegtuig, Rudy. I wanna. Hup! Oh nee. Oh no. Ik word gelezen, man. Rudy, ik weet niet of ik je kan helpen. Ik kom achter je aan. Ik had gelukkig een launchpad. Mijn vliegtuig komt ook achter mij aan. Dus, het is wel best wel kak. Ja, maar we moeten het zwaard naar de cirkel brengen. Dat is een beetje het ding. Duncan! Oh, man. Oh, dit is zo weird. Je kan gewoon infinite jumpen. Het is, je bent nog sterker dan Thanos, denk ik. Ik hoor je gewoon jumpen. Ja, ik heb een bandage, man. Oh, er staat daar boven een default. Hoi. Sorry, ik zit even te genieten. Ja, ik zit hier te scopen op een default, maar... Hij probeert te... What the fuck? Jeet! Oké. Jeet! Ik ben ondertussen een beetje aan het health regenen, dat is ook wel chill. Oké, ja, dat is inderdaad wel chill. Ik zit hier wel lekker te chillen eigenlijk! Ja, maar je moet weg voor de cirkel, hè? We willen dit samen winnen, Rudy. Ja, mijn vliegtuig werd alleen opgeblazen door 6 miljoen andere vliegtuigen. Maar I get it. Oh, man. I feel you. Hij heeft gerift, die default. Duncan, je bent wel heel ver weg. Ja, ik weet het, maar ik wilde de cirkel gewoon even halen. Jij gierige hond. Rudy, ik heb zwaar. Bye. Thanks for your assistance. Ja, thanks voor de primeur later. Zo gaat het wel altijd, hoor. Ja, ik heb een grappler voor je. Dit is gewoon derde wereldoorlog, man. Ja, joh, kom maar even ophalen. Dit is gewoon een volledige derde wereldoorlog. Er zitten allemaal vliegtuigen boven me, ik ben gewoon bang. Kut, ik zie mensen salty. Ik ga er nog niet naartoe. Ik wil eerst dat jij bij me bent. Oké, dat vind ik dan cute. Moet stikken jou. Maar dit is echt niet chill. Ik word ondertussen ook gewoon gesniped vanuit een For the Fortress. Hier zo. Ja, weet je, had je me niet zo gierig moeten doen. Oh nee. Kom maar aan. Ik meende het niet, Rudy. Stiekem wel, hoor. Oh, come on. Nee. Ik ga neer. Are you fucking kidding me, man? Nee, Duncan-san. What the fuck? Duncan-san. Me aan het laseren als een motherfucker. Oh. En ik had echt heel vaak het idee dat ik al een damage had moeten doen. Ik zie hem ook. Als hij landt, moet je hem snipen. Dat is vooral de tactiek. Want je hebt heel veel downtime wanneer je net hebt gesprongen. Ja, er komt nog een vliegtuig aan. Ik hoop dat hij mij gewoon gaat helpen. En dan kan je ook niet damagen met zijn rechter muisknop als je high ground hebt. Want dan kan je alleen straks lopen, volgens mij. Maar waar is die? Hij is waarschijnlijk aan het rondlopen. Oh, hij is al weg! Oh. Hij zit op de rand van Dusty. Oh, je hebt wel een goede loadout. Is hij al zover, ja? Ja, hij zit bij de rand van Dusty, joh. Ja, maar ik moet hier nog even healen en alles, joh. Wat een verschrikkelijk, man. Oké. Bouw dame. Fortnite, look what you've become. Ja, maar echt, ik weet niet meer wat ik speel, joh. Fuck the shield potion, dat is wat je moet spelen. Dat is alles wat ik moet doen, gewoon de shield pot pakken en mijn back halen. Mm-hmm. Zal ik die grappler pakken of de sniper? I don't know. Ik zou het bij de grappler houden, denk ik.
Je wil ze maar vooral burst damage doen. Ja, en mobility. Ik ga dit vliegtuig ook gewoon meenemen, man. Boeit me helemaal niks. Oké, maar je moet wel snel zijn. Yep. Ik ga hem yeeten. Duncan, jij hebt de eerste helft, ik heb de tweede helft. Ja, echt hoor. I've got this. En nou een sniper op mijn kop, weet je wel. Ja. Oh, daar lagen nog meer minis, nou ja. Boeien, je hebt een shield. Ik kan wel zonder. Yeet! Oh, daar zitten ze al. Stikken, oh, wat? Oh nee. Het is weer zo'n laggende. Het is weer zo'n laggende, man. Oh, daar gaat hij. De glijdende man. Oh, de lag. Zo, what the fuck. Ik wil gewoon even ophouden met al mijn shit ontwijken. Oh, really. Denk aan de HP van je vliegtuig. Nee, boeit me helemaal niks. Oké. Moet ik die man dan met rust laten? Ja, ik ben net safety. Ja, je bent net een cirkel. Waar is die heat, man? Oh, daar. Ik zie iets gloeien. Ja. Is dat hem? Oh my god. Ja, moet hem zijn. Come on, Rudy. Nee, maar hij bouwt. Het is ook gewoon guy met zwaard versus airplane. Maar hij bouwt. Hij bouwt inderdaad. Wat? Huh? Kan je bouwen? Nee, toch? Je kan bouwen, blijkbaar. Maar toen ik hem had, kon ik volgens mij niet bouwen. Weet ik ook niet. Maar dat is wel fucked up. Ja, maar ik wil niet dat hij in mijn vleugeltje komt. Ja, wees voorzichtig hierin. Zodra je in de buurt komt, denk ik dat je gewoon moet jumpen. Oh, heet hem! Nice. Ah, yes. Oké. Ja, hij probeert om me te springen. Dat is volgens mij al een hele bekende tactic meteen. Ja, oh, en hij kan op quad. Oh, hij kan op quad? Oké, je hebt hem wel veel damage gedaan nu. En ik heb hem gestoten nog. Oké. Ik denk dat je eruit wil, aangezien je vliegtuig nu ook low is. Ja. Aan de ene kant maar aan de andere kant niemand schiet op me. En ik weet niet hoeveel HP hij heeft. Maar als hij één klap uitdeelt, wacht, ik kon nog een vliegtuig. Was dat voor Dusty? Daar was het vliegtuig. Go. Lekker, Rudy. Lekker. Hij heeft 200 HP nog, hè, daarna. Ja, hij wacht me af. Nice. Volgens mij. Ja, hij wacht gewoon dat ik kan striken. Misschien moet je zwaardje droppen, pik. Oh, misschien geen slecht idee, pik. Okay, je wordt nu wel beschoten. Ja. Maar vanuit waar? What the fuck, die camera. Ja, dat deed ik even hands-free. Of hoe noem je dat? Ik deed dat gewoon. Oh, nee. Oh. Ik kan gewoon bouwen daarmee, what the fuck. Oh, kut. Ik zou eruit gaan, man. Ja, nee, ik niet. Wil die damage niet pakken. Ik ben diehard, man. Ik kan dit. Bang. Oké. Ik vertrouw je. Nee, Veroni. Oh, shit. Oké. Oh, het is een duo natuurlijk. Nice. Hij is low. Hij moet low zijn. Oh, als je hem trap killed, jongen. Ja, de Infinity. Oh, dit is hem. Go, lekker. Pak het zwaar. Oh! Ja, lekker. Ik heb hem. God. Ik heb hem. Oeboem. Nou wil ik eigenlijk verstopt blijven voor eeuwig. Ik vind het hier wel gezellig. Ja. Nee, gewoon lekker rechter muisknop jumpen. Wacht, dit regen toch? Okay. Ja. Gewoon sturen met rechter muisknop. Oké. Of gewoon sturen en jumpen met rechter muisknop. Oh, daar zit hier iemand. Hoe verder omhoog? Ja. Oh ja, dat is nice. Ja, maar ik kan geshotgund worden. Ja. Oh, maar je kan gewoon bouwen, what the fuck? Dat is echt zwaar OP. Dat je kan bouwen is echt zwaar OP. Oh, wat? Je moet niet te veel rechtermuis op doen, I guess. I don't know, man. Thanos had natuurlijk zijn laser. Ja, ik zit even te kijken beter. Hoe ik dit überhaupt... Ja, nee! Not like this! Oh, shit, dude. Oh, ja, maar je hebt een soort van pauze als je loopt. Of als je slaapt. Ja, klopt. Je hebt echt een beetje downtime en daar moet je echt voor oppassen, inderdaad. Wat een verschrikkelijk wapen, maar yo, mijn hart. Het ziet er wel dik uit, dat wel. Het ziet er wel dik uit, maar het is echt design. Heel kut. Echt waardeloos. Oh god, ik moet het winnen, maar ik heb zo weinig HP. Wow, ik kon hem droppen voor healing en zo, hè? Ja, shit. Je kan... Nee, ik zou het niet doen. Maar je kan maar dan tot 100 healen, hè? Oh ja, tuurlijk, ja. Dus het zwaard, dat helpt je dan pas weer verder. Dus je moet het eigenlijk gewoon laten zo voor wat het is, denk ik. Ja. En dat het meest effectief is. Oh, zou ik die crate openen? Doe het. Met kid des. Ja. Oh. Jammer. Was te proberen. Het verbaast me dat je nog zoveel kan. Ja. Als zwaardman zijnde. Ja, we zijn echt Thanos natuurlijk gewend. Het is ook niet super sterk. Eigenlijk. Het is eigenlijk best wel onderwhelmend in zekere zin. Het is moeilijk om mensen te raken. En een shotgun doet meer damage dan een zwaard. Oh nee.
Oh, ja, je kan hem smashen. Smash! Oh, no, 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 no. Iets verder moeten. Oké. Okay. Nice. Oh, Rudy. Maar waarom is... linkerbuis komt, man. No spam. Oh, yes, we got nice. Him. Ik heb al 7 kills, ouwe. En ik heb pas net het zwaard. 7? Oh, what the fuck? Ja. Wat een game, wat een game, wat een game. Heeft hij healing? Zou ik de shield nemen? Shield. Je kan de shield wel pakken. Nou, oh, maar nou zit iedereen die laser. HP. Ja, dat is waar. Nu heb je de locatie weggegeven. You fucked up, man. Oh, bedankt, hè. Jij komt met advies. Dan doe je zo. Oh, ik heb geen... Ik zei dat het een optie was. Oh, maar het werkt wel. Ik heb nu ja, 200, ja, 130. Heeft, net dat je iets van 24 shield. Holy shit, oké. Okay. Ja, ik ga dit gewoon uitcampen, hoor. Maakt me helemaal niks uit. Ja, je moet vooral inderdaad even zorgen dat niemand je gloed kan zien. Oké, okay, dat wilde ik gewoon testen. Oké, okay, ik moest gewoon even emoten. Tuurlijk kan je emoten. Zelfs Tennels kon emoten en ja, dat wisten we toen niet. Tennels hype. Toen. Oh, hier was ik zo blij dat mensen dat hebben opgenomen. Ja, dit was corrupted inderdaad. Het is nu gewoon dichtgegroeid. Oh, dude, dit is wel echt de ideale opname volgens mij. Zo wat jij lekker swing in die eerste helft. Ja. Ik doe dit. Allebei dezelfde video hebben. Oh nee, iemand zit vliegtuig te campen. Je kan letterlijk gewoon campen tot de endgame. Ja, nee, dit is echt smerig inderdaad. Als niemand op je schiet, dan gebeurt er ook niks. Nee. Ja. Hey, heb ik even een briljant idee? Oh. Oh, ready. Oh! Waar kom jij nou weer vandaan? What? Oh shit! What the fuck, zwommende pleuris, man! Dat was mijn geweldige idee! Yo! Yo, wat? No way! Oh, okay. Dude, reload is dit. Kom ik nu? Ja, klopt. Oh, dat is rechte muisknop ook. Heel raar. Huh? Ja. Zal ik gewoon riften? En het kan. Oké, dus ik kan of TP'en of ik kan riften. Ik blijf hier gewoon lekker vijf zitten. Vijf mensen, hè? Je hebt opties. Ik ga TP'en, daar ik sowieso. Ja, maar okay. Vijf mensen, maar volgens mij zitten er al 2 in vliegtuigen. Yo, man, wat? What the fuck was dat, ja? Wat een stink move. Holy shit. Oh. Ik zie mijn cash wel achter het muurtje zitten. Hey, dit is wel mooi voor de thumbnail. Ja. Even lekker in die ondergrondse grot. Ja, hoor. Oké, je moet nu wel... ik zou gewoon riften, man. Anders kom je misschien buiten de cirkel. Ja... Dat ding is random, toch? Nee, het zit net in dat huisje, zeg maar. Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ik zou het niet doen. Ik zou gewoon riften. Oké, ik zit prima. Oh, wat? Oh, maar hoe weet je waar je heen gaat? Die geeft een richting aan, zeg maar. Volgens mij zijn er 4 richtingen. Oh, what the fuck? Een scheidgeluid ook gewoon. Hey, kistje. Oh, er zit iemand boven je. Sure? Ik zweer dat ik iemand hoorde lopen. Ja, zit iemand. Oeh. Bam! Ja, daar zit hij. Hak hem! Andere knop, jullie, andere knop! Ja. What the fuck, man? Oh, ja, die smash die doet ook maar 25 damage, hè? Wat kut. Oké, nu kan je hem wel naar beneden. Oh. Nice. Ik wilde gewoon even bijlen. Hij bouwt de high ground. Andere kant van het huis. Ja. Oh, het zijn er 2. Het zijn er 2. Nee! Not like this! Ren! Oh my god. Go! Het is 1 team op de grond, 1 team in de lucht. Mijn god. Dat is gewoon letterlijk de situatie. Ja, maar dit gaat me nooit lukken, ouwe. Nou, maar dat maakt niet uit. Doe het voor de video. Ja, ik probeer het, dan maar... Dan zeg dat je het kan. Ik wil dit die rechte muisknop gebruiken, omdat die zo overpowered lijkt. Iedereen zit hier gloed achter de boom, dat weet je toch? Wat? Oh, hij is al daar, wat? Ver. Hey, we zijn trouwens bij Risky Reels, die helemaal anders is. Ja, dat is heel mooi. Hoe ga je dat uiteindelijk winnen van die guys in het vliegtuig, though? Ik wil deze gewoon pakken, eigenlijk. Oh, nice. Ja. Gewoon lopen, man. Ik nee! Niet meer lopen. Nee! Hij had 8 HP! Ja! Dat was een stomme. Je zit zo erg op je plek gelijmd dan. Oh. Ja. Oh, er was er nog één. Naar, man. Of was dit een vliegtuig, chick? Nee, het waren er 3. Volgens mij waren dit vliegtuig. Oh. GG, dope. We hebben het zwaard mooi. Ja, maar dit was ook de laatste keer meteen, hoor. Wat een kutding. Ja, een kutding. Nou, jammer genoeg net niet gewonnen. Maar ja, na 300.000 pogingen vind ik het helemaal prima. Het is een verschrikkelijk zwaard. Wat vind jij ervan? Oké. Heel kut. Excuseer mij, vind je dat... Oh, pardon. Haal er maar weer uit. Het is mooi geweest.